Alexandra Boete. Als derde vraag ik graag de zaakvoerster van La Luna op het podium, waar ik al weggenomen bij de zachtste pyjama's, maar uiteraard ook bij gewaagde setjes. Miss Poppywear, gelegen in de Poststraat, waar je even terug in een goede oude tijd waant. Als volgende vragen we graag in mode op het podium, ook gelegen in het centrum, waar je een heel mooie dames en heren mode kan scoren. Zij schitterden allemaal in een tenuutje van Woody, waren allemaal onderschattigst, maar Petra van In de Kleine Wereld kon je niet zijn. Misschien toch een applausje voor In de Kleine Wereld. Goed, als volgende. De kindjes moeten ook schoenen hebben en goede schoenen, modieuze schoenen is minstens even belangrijk. Dus ik vraag graag de zaakvoerster van Jules en Gust op het podium. Begeerd. Je hebt dat ook vandaag gerust kunnen zien, dus vraag ook de zaakvoerder van Impuls op het podium. Als jullie, onze lingeriemodellen waren natuurlijk serieus de moeite, maar als je nog beter hebt gekeken naar de meisjes, zag je dat ze onder andere ook prachtige sieraden aan hadden. Dat komt van bij onze juwelier ter plaatse, Nolf Creations. Maar ook hier hebben we geen vertegenwoordiger, dus gewoon een groot applaus voor Nolf. Volgende, het lijkt maar een accessoire, maar het kan je outfit helemaal compleet maken. Een trendy zonnebril, maar ook voor brillen op sterkte kan je bij Optiek Meubels terecht. En dan zijn we aangekomen aan zaken die misschien wat op het eerste gezicht minder toonbaar zijn, maar zonder de welke we allemaal niet zo mooi eruit zouden zien hebben. Ik heb het over de maquillagezaken en de kapsters. Dus bij deze de zaakvoersters van De Parel. Mieke van De Parel, kom maar. En Kelly van Kelly's Hairspray. En geloof me, ze hebben echt heel veel werk gehad. En dan, last but not least, eentje van wil ik dubbel vermelden, want ze is ook onder andere kapster van dienst geweest. Maar ik wil de organisatie van deze avond vooral eens in de bloemetjes zetten. Een echt voorbeeld van vrouwelijk geweld, moet ik zeggen. De organisatie van deze avond mag ik u voorstellen. Ilse, Evelien en Lieve. En Daphne en Emmy hebben ook heel veel kapsels verzorgd. Voor de eerste keer hadden ze druk, maar volgend jaar zouden ze even goed kunnen meelopen. Jullie ervan hebben genoten. Geniet nog van een drankje, geniet nog van de gezelligheid en hopelijk of misschien tot volgend jaar. Wij willen ook heel graag onze presentatrice van vanavond bedanken, Jessica.
out.